Goedemorgen, vrienden. Hey, Toby en Breef. Wat ga je aan het doen? Eten maken voor de mensen. Zoals altijd. Inder, mag ik je wat vragen? Tuurlijk. Je had ons verteld over Marnie. Klopt. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Het is best wel een lang verhaal. Ach, Toe, wil je het alsjeblieft aan ons vertellen? Oké. Het is allemaal begonnen toen ik een boekje kreeg in de heel. Wow, wat is het anders hier dan in Bruxia? Wauw. Wat heb ik een honger, zeg. Ik denk dat ik op zoek moet naar etenswinkel. Maar waar zou die heen zitten? Maar was het gelukt dan met Marnie te beschermen? Een soort van. Ik was gevangen genomen door Chalk en Patatje. Ze wouden mijn kracht al hebben. Konden Marnik en Sam je niet helpen dan? Ze hebben het geprobeerd. Maar ze konden niet anders dan me achterlaten. Het zou wel moeilijk zijn geweest voor Marnik. Was het ook. Hij wou het niet. Maar hij moest wel. Maar wat nou als je hem nu tegenkomt? Ik heb hem al lang niet meer gesproken. Een half jaar of zo? Dat is wel een tijdje. Zou wat weten als hij binnenkomt lopen? Ik denk niet dat dat 1, 2, 3 gebeurt. Ik weet niet eens waar die is. Ik herken die stem. Stel je voor dat hij hier binnen komt lopen? Lijkt me niet. Wacht, dat is Vlinder. Als Marnik er wel was, wat zou je hem willen zeggen dan? Ik heb hem nog niet alles verteld wat er gebeurd is en waarom. Sam heeft volgens mij wel wat dingen uitgelegd. Ik hoop gewoon dat hij gelukkig is. Vlinder? Ben jij dat? Marnik? Hey Vlinder, dat is lang geleden. Marnik, je bent het echt. Hoe is het met je? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, het gaat wel op zich. En met Patrick? Met Patrick... Gaat het, Vlinder? Wat is er aan de hand? Er is zoveel gebeurd toen je weg was. Maar Sam heeft ons gered van die eiland. Maar goed, nu is er dus iemand achter mijn krachten aan. Sorry dat ik je daarop laat zitten. Je kon er niks aan doen, Marnik. Maar wat is er nu aan de hand met Patrick dan? Patrick is in de macht van Justin. Die zit dus achter me aan. Wat wil die dan? Hetzelfde als Patatje en Chalk, mijn krachten. Hoe heet hij? Justin. Hij is boos op Logan en mij, omdat hij denkt dat ze het broertje hebben afgepakt. Wacht, Logan? Ik bedoel toch niet... Wolverine? Yep. Je hebt echt veel, heel veel dingen meegemaakt. Klopt. Oh, sorry. Waar zijn mijn manieren? Marnik? Dit zijn Toby en Breef. Aangenaam. Mijn naam is Marnik. Leuk je te ontmoeten. Wat is dat voor geluid? Oh, sorry, ik heb best wel trek. Wat wil jij hebben, Marnik? Wacht, is deze winkel van jou? Ja, dat klopt. Kies maar uit, Marnik. Turkse pizza, dat vind ik wel lekker. Is goed, Marnik. Kom maar, Marnie.
Moet ik er niet voor betalen? Nee hoor, krijg het van mij. Oh, dankjewel. Maar weet je eigenlijk waar de gemeente is? Ik loop wel even met je mee. Toon weer brief, ik ben zo terug. Is goed, Vlinder. Ik ben blij dat alles goed met je gaat. Dank je. Marnik, sorry dat ik tegen je gelogen heb. Hoe bedoel je? Toen met Heek. Of ik had niet gezegd wat er gebeurd was. Sam had me wel dingen verteld. Ja, klopt. Je deed wat je moest doen, Vlinder. Hier is het. Oh, dankjewel voor alles, Vlinder. Jij ook bedankt, Marnik. Ik ga weer even naar Toby en Brave. Als je nog iets nodig hebt, help ik je graag, Marnik. Laat het me gewoon weten. Oké, nou, komt goed, Vlinder. Marnik, wat doet die nou weer hier? Hij was toch weg? Het is wel jammer dat Justin er nu niet is. Maar misschien komt dit wel heel gunstig uit. Laat ik maar snel mijn skin veranderen, dan heeft hij niks door. Hallo, Marnik. Dat is lang geleden. Patrick? Je laat me schrikken. Sorry, dat was niet de bedoeling. Hoe is het met jou eigenlijk? Ik hoorde van Vlinder dat je aan de slechte kant stond. Nee, tuurlijk niet. Vlinder is in de war. Trouwens, over Vlinder gesproken. Wil je dit aan haar geven? Het is een cadeautje. Waarom wil je dat zelf niet, Patrick? Ik bedoel, ze staat in haar winkel. Ooit gehoord van een verrassing, Marnik? Dan kan ik toch niet zomaar daar naar binnen lopen? Alsjeblieft, wil jij het aan haar geven? En zeg maar niet dat het van mij is. Nou, vooruit dan. Dankjewel. Wow, dat was leuk om morgen even te spreken. Geloof ik graag. Ik ben blij dat alles goed met hem gaat. Ik hoop alleen dat Justin er niet achter komt dat hij hier is. Wat nou er wel gebeurt? Geen idee. Hey Vlinder! Hey Marnik, heb je gevonden wat je zocht? Nee. Niet echt, maar geef niet. Waar ben je nou op zoek dan? Niks specifiek. Niet een specifiek iets, maar was gewoon even aan het rondkijken. Oké. Maar ik moet eigenlijk wel iets vertellen, want er is net wel iets raars gebeurd. Wat dan? Er kwam net een man naar me toe en ik moest iets aan je geven. Een verrassing. Oh, en hoe heet hij dan? Nou, dat wou hij niet zeggen. Ja, dat is wel heel vreemd. Ja, dat vond ik ook al. Hij is wel mooi. Nee, doe hem niet op alsjeblieft. Wat is die van Justin? Daar heb je een goed punt. Hallo, Vlinder. Patrick! Oh, ik had al zo'n vermoeden. Heb je mijn cadeautje nog niet gekregen? Ja, die heb ik gekregen.
Maar denk je nou echt dat ik erin trap, Patrick? Wat was jouw opdracht ook alweer toen dit alles begon? Oh ja, Manik beschermen, toch? Vlinder? Laat Manik gewoon met rust, Patrick. Er zit tussen jou en mij. Dat heb je heel goed, Vlinder. Ik zou die strik maar omdoen als ik jou was. Anders gaat er wat leuks gebeuren met die lieve Manik van je. Vlinder! Nee, doe dit niet voor mij! Mond dicht jij. Au, je doet me zeer! Stop, Patrick, prima. Oké, ik doe het. Maar laat Marnik alsjeblieft gewoon gaan. Je hebt mijn woord. Nee, Vlinder, doe het niet. Ik zei mond dicht. Vlinder, nee. Zo, heb je nu zin? Laat Marnik gewoon gaan. Prima, ik moet er toch vandoor. En Vlinder... Nog veel plezier. Marnik, gaat het? Ja, het gaat wel. Waarom deed je dat? Mijn vrienden en familie zijn erg dierbaar voor mij, Marnik. En ik doe echt alles voor ze. Komt alles wel goed met jou? Maak je maar niet om mij zorgen, Marnik. Het komt allemaal goed. Marnik, je bent gewond. Oh nee. Ik ben oké. Okay. Wacht, laat mij maar. Wat gebeurt er? Zij kan mensen genezen, Marnik. Ze komt uit de wereld van Logan. Wow, dankjewel. Graag gedaan. We moeten ervoor zorgen dat dat strekje uit je haar gaat. Dat gaat zo'n probleem worden, denk ik. Hoezo? Ik krijg hem er niet uit. Oeh, sorry, Vlinder, sorry. Waarvoor? Jij kon het toch ook niet weten? Ik wou gewoon dat ik je kon helpen. Dit is een probleem van mij, Marnik, en niet van jou. Ik snap dat je me wilt helpen. Vlinder, gaat het? Ik voel me een beetje moe. Vlinder, blijf alsjeblieft wakker. Wat gebeurt er? Het komt door dat strikje. Vlinder, blijf alsjeblieft wakker. Oh nee, kunnen we haar niet ergens naartoe brengen? We brengen haar wel naar het huis van Sam. Dankjewel, Marnik. Graag gedaan. Komt het wel goed met Vlinder? Tuurlijk, het is Vlinder. Ach, ja, daar heb je ook een punt. Ik moet er maar weer eens vandoor. Is goed, Marnik. Tot ziens, Toby. Tot ziens, Marnik. Vlinder, wat wakker. Je bent aan het praten in je slaap. Wat is er gebeurd? Je was aan het praten in je slaap. Wie is Marnik? Wacht, waar is Marnik? Marnik is niet hier. Alleen Toby, ik en jij zijn hier. Dus wacht. Alles wat er gebeurd is, was niet echt? Hoe bedoel je? Nee, niks. Laat maar. Kom je mee naar beneden? Ik kom eraan. Heb ik dus echt alles gedroomd? Het leek zo echt.
Kinder, gaat het? Ja, het gaat wel. Ik heb alleen een rare droom gehad. Waarover dan? Laat maar, is niet belangrijk. Heb je trouwens een leuk strikje in je haar? Wacht, wat?